Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tijdens deze korte video wil ik jullie uitleg geven over de daden die we kunnen verrichten tijdens deze heilige nachten van Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is essentieel in ons vasten, essentieel in de maand Ramadan. De eerste daad wat we kunnen verrichten is ghusl. De rituele wassing, dat doe je na de Maghrib gebed om schoon en zuiver te zijn. Het tweede is het gebed van Laylatul Qadr. Bestaat uit twee ruka's. De eerste ruka lezen we Surat al-Hamd, Surat al-Fatiha en zeven keer daarna Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dat doen we ook in de tweede ruka. En als we klaar zijn, dan reciteren we 70 keer Astaghfirullah wa atubu ilayh, waarin we vergeving vragen van Allah. Allah vergeef mij en ik toon berouw naar Hem. Een andere gebed die we ook kunnen verrichten tijdens deze nacht is het gebed van 100 ruka's. Dat betekent dat je 50 keer twee ruka's bidt zoals we bidden bij Salat al-Fajr, het ochtendgebed. 50 keer twee ruka's, ben je klaar, sta je op en ga je weer verder. Vervolgens is er nog dua Nashr al-Masahif. Deze dua gebruiken we de Koran om tot Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Die staat in Mafatih al-Jinan, waarin we de Koran openen en Allah subhanahu wa ta'ala vragen bij deze Koran, bij de profeet en Ahlul Bayt, om ons te zegenen en onze daden te accepteren en onze behoeften te vervullen. Ziyarat Imam al-Hussein alayhi salam is een essentieel onderdeel, zoals uit de overleveringen komen, van Laylatul Qadr. Vervolgens dua Jawshan al-Kabir. Deze dua bestaat uit 100 zinnen waarin we Allah subhanahu wa ta'ala eren en prijzen en vragen van Hem om ons uit hel vuur te bevrijden en ons goede daden te laten verrichten. Een heel belangrijk dua die in de drie nachten van Laylatul Qadr wordt gereciteerd. En ook tijdens de suhoor, dua Abu Hamza al-Thumali. Deze wordt streng aanbevolen tijdens de Layali al-Qadr. En hiermee zul je insha'Allah alle gunsten kunnen krijgen die Allah op deze heilige nacht heeft weggelegd voor ons. Maak er gebruik van. Probeer deze dingen uit te voeren. Want waarlijk, hij die verstoken is van de vergeving van Allah heeft verloren. Dat is wat onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En het zijn deze nachten waarin we dichter tot Allah subhanahu wa ta'ala kunnen komen. En waarin wij de vergeving vragen van Allah. Er zijn ook aanbevolen daden die we nog meer kunnen doen. Het herhalen van de vraag voor vergeving bij Allah. Het zoeken naar kennis. Het proberen iets te leren over ons geloof. Om Allah subhanahu wa ta'ala te laten zien dat wij ook kennis proberen te vergaren, zodat hij onze kennis insha'Allah vergroot. En het verrichten van goede daden voor anderen, het geven van aalmoezen. Dat zijn de rest van de aanbevolen zaken die we kunnen doen tijdens deze Laylatul Qadr. Veel succes en ik vraag jullie dua.